Deze mensen zijn er niet op uit om het bestel te verbeteren. Ja. Die zijn er op uit om het bestel te ontregelen. En daarmee misbruiken ze eigenlijk het instituut, NPO en het belastinggeld. Ja. Dat ze verbrassen. Het is gewoon zonde van het geld. Ja. Laat ze lekker teruggaan naar de riool van het internet en daar hun mening uiten. De NPO wil Omroep Ongehoord Nederland opnieuw aanpakken. Mede omdat in een uitzending van Ongehoord Nieuws mensen van kleur als tussen aanhalingstekens neger werden aangeduid. Arnold Karskens, de baas van Ongehoord Nederland, schoof gisteren aan bij Op 1 om zich te verdedigen. Of je naar Afrika gaat of je gaat naar de Verenigde Staten. Een neger is gewoon ook niet een verboden woord. Nee. Een dag later bracht u een bericht uit waarin u zei: het is nooit onze bedoeling geweest om iemand te kwetsen. Nee. Dan kan je, als je dit woord gebruikt, toch niet echt volhouden. Nou, zo kun je op een gegeven moment het woord wit, als jij wit noemt, kun je ook mensen kwetsen. En dan kun je zeggen, ja, het is mijn bedoeling niet, maar het is geen verboden woord. Paul, heb je naar dit gesprek gekeken? Nou, ik vond het ontluisterend. Hij zat er als voorzitter van zijn omroep met zijn advocaat als zijn woordvoerder naast hem. Hij kon blijkbaar niet eens zelf het woord doen. En ik zag daar een man die gewoon, in mijn mening, inhoudelijk diep in de war is. Mm-hmm. En uiteindelijk eigenlijk steeds de vrijheid van meningsuiting als schaamlapje gebruikte voor de programmering die zij maken. En mijn mening is, niet alles wat je mag of kan zeggen hoeft per se gezegd te worden. Dat is een kwestie van beschaving. Ja. En in die zin vind ik ook ON meer staan voor onbeschaafd Nederland en ongehoord Nederland. Maar deze club die is uit op provocatie en op ontregeling. Daar hebben ze zelf voor opgericht en dat doen ze ook. En dat moeten ze lekker doen, als ze dat willen. Wat ik eigenlijk, zij kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen dat ze in de war zijn. Maar wat ik eigenlijk echt erg vind, is dat de mensen van die dit toegelaten hebben, dat zij in het bestel kwamen, namelijk de Raad voor Cultuur, Commissariaat van de Media, de ambtelijke top, de minister en de vorige NPO-bestuur. Al deze partijen hadden dit kunnen tegenhouden en hebben dat niet gedaan. En die moeten nog eens elkaar in de spiegel aankijken en zeggen waarom ze het eigenlijk niet gedaan hebben. Ja. Je hebt het zover afgeroepen. En ze zijn er. Die moet het herstellen. Ze moeten het bestel uit. Want deze mensen zijn er niet op uit om het bestel te verbeteren. Yeah. Die zijn er op uit om het bestel te ontregelen. En daarmee misbruiken ze eigenlijk het instituut, NPO en het belastinggeld. Ja. Dat ze verbrassen. Het is gewoon zonde van het geld. Ja. Laat ze lekker teruggaan naar de riool van het internet en daar hun mening uiten. Dan kunnen ze zeggen wat ze willen. En Marta, de journalistieke vraag die bij Op 1 natuurlijk ook op tafel lag, was de wederhoor halen bij Arnold Karskens. Ik bedoel, de NPO heeft hem een sanctie opgelegd, wil hem een tweede sanctie opleggen, daar mag hij nog tegen in beroep gaan natuurlijk. Ja, en dat je hem dan kan spreken in een talkshow, kan journalistiek relevant zijn, toch? Zeker, dat is ook journalistiek relevant. Ik bedoel, het speelt in het publieke domein en hij maakt gebruik van publiek geld. Dus als hij zich moet verantwoorden daarover, dan lijkt het mij prima dat dat ook aan een talkshowtafel gebeurt. Dat is het punt niet zo. Maar ik ben het wel helemaal eens met jou, Paul. Kijk, ze moeten lekker doen wat ze willen, maar niet binnen het publieke bestel. Want daar geldt nou eenmaal een journalistieke code. En als je daar aantoonbaar van afwijkt, ja, dan hoor je er gewoon niet in thuis. Ja, maar is dat gesprek dan goed gegaan gisteren, wat jou betreft? Is dat er allemaal goed uitgekomen? Ja, het blijft natuurlijk onbevredigend. Omdat je natuurlijk, hij leeft in een soort andere werkelijkheid waarin die andere normen hanteert. Dus het blijft onbevredigend, ja, vind ik wel. Tamar? Ja, ik vroeg me toch af wat de redactie van Op1 precies wilde bereiken met dit gesprek. Ik denk dat vooralsnog heeft ON zelf zijn tijd. Mm-hmm. Dus als ze er iets over willen zeggen, ik hoop eigenlijk misschien wel een excuses willen maken, dan hebben ze daar gewoon mogelijkheid toe. Dus of Op1 nou nog extra podium moet bieden, dat vraag ik me af. Ze hebben gereageerd overigens in de uitzending daarna bij Ongehoord Nederland over dit incident. Ja, maar dat was, kijk, dat incident over dat vermeende racisme-item, dat was wel zo'n dieptepunt, dat ik ook denk dat andere programma's wel kunnen zeggen, nou, voordat daar echt excuses voor is aangeboden en is aangegeven, dit was journalistiek volledig onder de maat, en het was ook nog eens een racistisch item, dan nodigen we jullie niet meer uit. En dan kunnen jullie zelf reageren op het internet misschien in de toekomst, maar vooralsnog hebben ze zelfs nog zendtijd. Ja. Dus ik keek er wel naar dat ik dacht, en ook overigens, het was helemaal geen vruchtbaar gesprek, maar dat was dan nog een secundair. Ja. Ik dacht wel, wat was nou precies van de redactie het beeld of het idee van wat dit gesprek in godsnaam zou kunnen opbrengen? Nou, we hebben even met ze gebeld, natuurlijk. Doen we altijd eventjes. Mediaforumlid Thijs van den Brink presenteerde gisteravond de uitzending. En hij zegt, we hadden twee kernvragen over het gebruik van het N-woord en over de filmpjes van donkere mensen die witte mensen in elkaar slaan. Die zaken stroken niet met het feit dat ze zelf zeggen dat ze geen mensen willen kwetsen en niet racistisch zijn. En daar hebben we het gisteren over kunnen hebben. Ik ben voor zo lang mogelijk met mensen in gesprek gaan. Niet te snel zeggen, we gaan niet meer met je praten. Dus de vraag, is er nog een gesprek mogelijk? Dat is voor mij het belangrijkst. Natuurlijk is het geen plicht om bepaalde mensen een podium te geven, maar ik ben er niet van overtuigd dat ze alleen maar willen ontregelen. Als ik de overtuiging heb dat ze alleen maar dingen kapot willen maken, dan zou ik ze niet meer uitnodigen.
Paul? Nou, daar verschillen Thijs en ik van mening. Ja. Ik denk dat ze wel de boel willen ontregelen. Ja. En ik denk dat je daarom ook dit podium niet had moeten geven. Want daarmee speel je hem eigenlijk in de kaart. En laat gewoon het bestuurlijke proces zijn gang gaan. Daar komt een uitkomst uit. Ze krijgen of een boete, of ze verliezen hun licentie, of whatever. Laat het lekker gebeuren. En elke aandacht die het extra geeft, ook nu eigenlijk weer, is alleen maar geeft alleen maar water in hun onvruchtbare bodem. Ben je het er mee eens, Marten? Nou, het is allemaal waar wat je zegt. Maar tegelijkertijd blijft het toch journalistiek relevant om iets wat nogmaals speelt in het publieke domein ook publiek te bespreken. Ja, dan lopen dus nog 2 sancties tegen Ongehoord Nederland. Ze gaan daar natuurlijk tegen in beroep. Dus die procedures lopen nog even. Daar ging het gisteren ook nog even kort over. Denken jullie dat de omroep nog lang blijft bestaan? Nou, die sancties op zich zijn natuurlijk vrij uniek. Want naar mijn weten is dat nog niet eerder gebeurd. Niet eens 1 keer, laat staan 2 keer in dezelfde omroep. Mm-hmm. En wat ik al zeg, ik denk dat zij onder valse voorwenselen de NPO binnengekomen zijn. En ik vind dat de politiek dat eigenlijk zou moeten herstellen. Ja, dus het mag wel weg en zo snel mogelijk. Wat mij betreft wel. En Marta, vind jij dat er plek is voor Ongehoord Nederland in het omroepbestel? Nee, dat vind ik persoonlijk niet. Maar zolang zij zich aan de richtlijnen houden van het publieke bestel, wel. Ja. En als ze het niet doen, moet ze eruit. Zo simpel is het. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.